En even weglopen, Esther. Goed zo, keurig. En loop er maar weer naartoe, Esther. Ze mag er best bij kijken. En je ziet hier heel ander gedrag, hè? Dit is allemaal veel spannender. Danny, wil je eventjes tussen die witte herder en die andere herdertjes gaan? Dan hou je de andere herdertjes gewoon even tegen. Jullie mogen de andere donkere herdertjes even roepen. Lokken met een voertje. Lokken met een voertje. Voertje naar hem toe. Een voertje bij zijn neus. En dan haal je hem iets naar je toe. Zo ja. En weer vrij laten alles. En dan heeft de witte herder even weer de ruimte om op adem te komen. En kijk maar eens of jullie met elkaar gewoon een beetje een rondje kunnen lopen. Je mag best met elkaar praten, maar blijf je hond in de gaten houden. Probeer niet te veel druk erop te zetten van je moet komen. Laat de bal maar even liggen als je wil, Nova. Kijk toch eens, er wordt zelfs wat gehuppeld. Schrok ervan dat ik huppelde, baas. Kijk, en hier zie je een heel andere manier van omgaan met elkaar als met net de wat grotere pups. Roep Eska maar even, Carlijn. Toch nu anders dan als ze aan de riem is, hè? Toen straks aan de riem durfde ze meer. Ja, en dan zie je dus dat sommige honden zijn stoerder aan de lijn, dat ze fanatieker of feller zijn. Nou, jouw hond heeft dan meer de steun van jou. Ondersteuning. Ja. Kijk naar je eigen puppen, wat daar gebeurt.